Hallo, welkom bij de 19e aflevering van taalklas.nl. Fijn dat u weer kijkt. Er zijn weer twee gasten bij mij in de studio. Ik ga ze even aan u voorstellen. Yvonne en Nadia, welkom. Fijn dat u er zijn. Dankjewel. De aflevering van vandaag heet Een brief van school. Het gaat over het begrijpen van een brief van school. Bijvoorbeeld van de juffrouw of meester van uw kind die u graag wil uitnodigen voor een gesprek. En het gaat ook over een probleem, want u zult straks zien in het filmpje dat Martijn en Maya op school zijn en het niet helemaal duidelijk is wie er aan de beurt is. Maar gelukkig, Maya lost het netjes op. Voordat we naar dit filmpje gaan kijken, heb ik weer twee kijkvragen voor u. De eerste. Wat staat er in de brief? Wat staat er in de brief? En de tweede. Op welke avond gaan Maya en Martijn naar de school van Oscar? Dus op welke avond gaan Maya en Martijn naar de school van Oscar? Kijkt u mee naar het filmpje. Wat is dat? Dit is een brief van de school van Oscar. Ik begrijp die school niet. Waarom bellen ze niet gewoon als er iets is? Scholen schrijven nou eenmaal briefjes. Dat is duidelijker. Ik vind bellen duidelijker. Beste ouders van Oscar. Schoolkeuzegesprekken. Beste ouders. Ja. Is er iets mis? Nee hoor. Nee, we worden uitgenodigd op school. Kunnen langskomen voor een schoolkeuzegesprek. Een wat? Een schoolkeuzegesprek met de meester van Oscar. Oscar gaat volgend jaar toch naar het voortgezet onderwijs? Ja. Nou, daar gaan we over praten. Kan ik hem eindelijk zeggen dat hij professor moet worden? Professor? Nee, joh. Chirurg. Oh ja. Volgende week zijn er schoolkeuzegesprekken op woensdag en op donderdag. Wilt u op het formulier aangeven waar uw voorkeur naar uitgaat? Wanneer zullen we gaan, Martijn? Beide dagen ben ik bezet. Wat heb je dan? Woensdagavond ga ik darten. En donderdag help ik Johan met zijn auto. Waarom ga je niet alleen? Het gaat om de toekomst van onze zoon. Hoe moet hij anders professor worden? Oké, ik zeg mijn dartavond wel af. Dan gaan we woensdagavond samen. Dank je. Ik vul het formulier in en zet de afspraak op de kalender. En lieverd, wil jij dan boven nog even stofzuigen? Nou, die Martijn is voorlopig nog aan het stofzuigen, denk ik. Ja, hij is toch bezig. En heel de bovenverdieping nog. Yvonne, laten we eventjes naar die eerste vraag gaan kijken. Wat staat er in de brief? Er is een afspraak voor een schoolkeuzeafspraak. Ja. Want Oscar gaat naar de middelbare school. Juist. En ja, ze moeten weten wat de beste keuze is. Ja. Is dat VMBO of HAVO of VWO? Dus er moet een keuze gemaakt worden. Ja. Juist. Nadia. Op welke avond gaan Maya en Martijn naar de school van Oscar? Heb je dat gehoord? Op welke avond is dat? Volgens mij was woensdagavond. Juist. Heb je helemaal goed, woensdagavond. En Nadia, jij hebt kinderen. Ja. Heb je zelf ook wel eens een gesprek gehad op school? Ja, ik heb 3 keer een gesprek gehad op school. Ja, en waar ging dat dan over? Dat ging op hoe gaat het met mijn kind op school, ja. De gedrag voor mijn kind, ja. In die eigen score, zij is beter Nederlands spreken of niet. Ja, ja. Ja. Oké, Yvonne, wat mij wel opviel is dat Martijn eigenlijk de afspraak met school af wil zeggen voor een afspraak met zijn vriend. Wat vind jij nou belangrijker? Zou je dat ook doen? Volgens mij moet dit ergens zorgen voor de toekomst van mijn kind. Dat denk ik ook. Dat is een beetje stomp.
Ja, het is een beetje vreemd. Ja, hè? Vreemd. Volgende week kan hij ook nog afspreken met zijn vrienden. Ja, wat is belangrijk voor mij. Ja. Nou, laten we beginnen met de eerste oefening. Luister en kies het goede plaatje. U ziet drie plaatjes en een woord. Het woord is praten. Nou, hoort het bij 1, 2 of 3? Ik zie hier twee mensen met elkaar in gesprek, dus ik kies voor 3. Yvonne, de agenda. De agenda. Het is nummer 1. Nummer 1, juist. Kun je me uitleggen waarom je niet voor 3 gekozen hebt? Dat is een kalender. Dat is meer een kalender, juist. Nadia, de afspraak. De afspraak, kies jij voor 1, 2 of 3? Is 1. 1. De afspraak staat inderdaad in de agenda. De agenda. Yvonne, de brief. De brief. De brief staat in het plaatje nummer 3. Juist, plaatje 3 zien we de brief. Nadia, de schoolkeuze. De schoolkeuze. Volgens mij is plaatje 1. Plaatje 1, juist. Hè, keuze, dat komt van kiezen. Je moet kiezen tussen VMBO, HAVO of VWO. Juist. Yvonne, de sportschool. Volgens mij is het nummer 2. Nummer 2, helemaal goed. Het kind, Nadia. Het kind. Is plaatje nummer 3. Plaatje 3, goed. Yvonne, de kalender. Dat staat in nummer 1. Ja, die heb je net al helemaal uitgelegd. Nadia, de ouders. De ouders. Is plaatje nummer 2. Juist, plaatje 2 zien we inderdaad, de ouders. En de laatste die zijn voor u. De schaar. De schaar. Kiest u voor 1, 2 of 3? De schaar. Yvonne, wat kies jij? Nee, ik zal nummer 3 kiezen. Juist, heb je goed gedaan. Nog één voor u. Het antwoordstrookje. Het antwoordstrookje. 1, 2 of 3. Wat kiest u? Nadia, wat zou jij kiezen? Ik zou nummer 1 kiezen. Juist, dan heb je goed gekozen. Nog één voor u. De meester. De meester. 1, 2 of 3. De meester. Yvonne. De meester hoor ik bij plaatje nummer 2. Je ziet hem, hè, op plaatje 2. Echt een meester, vind je niet? Dat is toch? De laatste is voor u. Omcirkelen. Omcirkelen. 1, 2 of 3. Nadia, help jij de mensen thuis eens? Dat zou nummer 3 zijn. Omcirkelen, hè? Een rondje, ja, een cirkel ergens omzetten. Goed gedaan. Tijd voor de volgende oefening. Luister en kies het goede plaatje. Wat staat er in de brief? Plaatje 1, 2 of 3? Dus even kijken, hier zie ik twee mensen met een agenda. Hier zie ik weer twee mensen en een vrouw heeft een vraag voor de man. En op het derde plaatje zie ik twee mensen en ja, ik zie een brief en een agenda. Ik ga voor antwoord 2 en die is goed. Yvonne, hij wil praten over de schoolkeuze van ons kind. Hij wil praten over de schoolkeuze van ons kind. 1, 2 of 3? Ik denk dat het antwoord in nummer 2 is. Nummer 2. Is niet goed. Nee. Wat zien wij op plaatje 2? Gesprekken woensdag en donderdag. Oké, het is dan nummer 1. Ja. Het plaatje 2 gaat is over de dagen, over de gesprek. Ja. En plaatje 1? Is in de kursen MBO, HBO of VWO. Dat is nummer 1. Goed. Nadia, wanneer is het gesprek? Wanneer is het gesprek? 1, 2 of 3? Is plaatje 3. Plaatje 3, heb je goed. De laatste twee zijn voor u.
Ja, dan schrijf ik de afspraak op de kalender. Ja, dan schrijf ik de afspraak op de kalender. Nou, waar kiest u voor? Plaatje 1, 2 of 3? Is het 1, 2 of 3? Yvonne, wat zou jij kiezen? Ik zou nummer 2 kiezen. Ja, dat heb je goed. Dat is het goede antwoord. Nog één voor u. De gesprekken zijn op woensdag en donderdag. De gesprekken zijn op woensdag en donderdag. Kiest u 1, 2 of 3? Nadia, wat denk jij? Ja, dat zou nummer 1 zijn. Nummer 1 is inderdaad het goede antwoord. Goed gedaan. We gaan door naar de volgende oefening. Een heel ander soort oefening. Kijkt u maar mee. Er staat boven, maak een goede zin. Hieronder ziet u de meester, praten, over, waar, een vraagteken en wil. Nou, het is de bedoeling dat we hier een goede zin van maken. Ik begin met waar. Wil de meester over praten? En ik eindig met een vraagteken. Yvonne, deze is voor jou. Is wanneer een vraagteken en het gesprek? Wanneer? Wanneer? Is het gesprek? Het gesprek. En vraagteken. Juist. Wanneer is het gesprek? Nadia, de volgende is voor jou. Je hebt het woordje er, de brief, staat, vraagteken, wat en in. Wat ga jij hiervan maken? Is wat? Wat? Staat. Staat. Er. Er. In. De brief. In vraagteken. Wat staat in de brief? Juist, helemaal goed. Yvonne. Zijn. Punt. Op woensdag en de gesprekken. De gesprekken. Juist. Zijn. Op. Woensdag. Woensdag. Puntje. Weer goed. De laatste twee zijn voor u. Welke dag we gaan op vraagteken we en zullen? Wat denk jij, Nadia? Help jij de mensen thuis eens? Volgens mij is op. Op? Welke dag? Op welke dag? Zullen. Zullen? We gaan. Een vraagteken. Helemaal goed. Nog één voor u. Ik zou vraagteken invullen het formulier. Yvonne, heb jij enig idee? Ik denk zo. Wat denk jij? Zal ik? Het formulier. Invullen. En vraagteken. Goed. Dames, dat ging hartstikke goed. Ja. Vind je niet? Ja, ik vind het goed. Was het makkelijk? Ja, het was makkelijk. We gaan door met het volgende. Het is namelijk weer tijd voor een filmpje. In het filmpje zien we Martijn en Maya. Ze zijn in de school van Oscar, hun zoon. En ze wachten daar op het gesprek met de meester van Oscar. En er is een klein probleem, want het is niet helemaal duidelijk wie er aan de beurt is. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat op gaan lossen. Voordat we gaan kijken heb ik weer twee vragen voor u. De eerste. Hoe laat hebben Martijn en Maya een afspraak? Hoe laat hebben Martijn en Maya een afspraak? En het tweede. Hoe wordt het probleem opgelost? Hoe wordt het probleem opgelost? Kijkt u mee naar het filmpje. Goedenavond. Schat, maak je niet zo druk. Het wordt een leuk gesprek. De volgende. Sorry? Bent u nu aan de beurt of wij? Wij zaten hier eerder, dus wij zijn eerst. Het is nu 7:45. Martijn en ik hebben een afspraak 7:45. Wij zitten al een kwartier te wachten. Ja, moeten jullie maar eerder komen. Mag ik u iets vragen? Welke tijd staat op uw briefje? Wij hebben het briefje op de tafel laten liggen, maar wij zijn eerst. Ik heb lang genoeg gewacht. U komt net binnen. Is er een probleem? Het is niet duidelijk wie er aan de beurt is.
U bent dat de ouders van Oscar? Ja. Het is nu 7:15. Dus u bent aan de beurt? Ja. Ja, dat dachten wij ook. Dan mag u met me meelopen. Hartelijk welkom. Geef niet hoor. Dan wachten we wel weer. Nou, ze mogen dus nog eventjes wachten. Ja. Waren ze blij? Nee, ze waren helemaal ze niet blij. Helemaal niet blij. Nee. Laten we even naar de vragen kijken. Hoe laat hebben Martijn en Maya de afspraak? Yvonne? Het was 7:45. Juist, 7:15 hadden ze de afspraak. Hey, en Nadia, hoe wordt het probleem opgelost? Want er is een probleem, hè? Wat is het probleem? Zou je dat eerst nog willen vertellen? Volgens mij is die andere moeder... Ja. Had de afspraak is later, maar zij is een beetje vroeg gekomen. Ja. Dan is afspraak, die andere op tijd zijn. Ja. Ja, je moet je gewoon aan de afspraak houden. Ja. Dus ook al zit je een 30 minuten te wachten, ja. Betekent niet dat je eerder mag. Nee, dat ken je niet. Afspraak is afspraak. Afspraak is afspraak. Ja. En Nadia, hoe lost Maya dat op? Doet ze dat goed volgens jou? Dat was door de meester. Als misschien gaat ruzie met die moeder. Ja. Dat was bijna ruzie. Ja. Maar lost dat goed op? Maar, ja, gelukkig. Die meester was op tijd. Ja, en die keek netjes op zijn lijstje en toen was het probleem eigenlijk opgelost. We gaan weer even wat oefeningen maken. Oefening nummer 4. Luister en kies het goede plaatje. Wie is er aan de beurt? Wie is er aan de beurt? Kiest u voor plaatje 1? 2 of 3. Tja, waar kies ik voor? Ik kies voor plaatje 2. Ik zie hier namelijk een meester in de deur staan met een vraagteken. Yvonne, deze is voor jou. Wij hebben een afspraak om 8:00. Wij hebben een afspraak om 8:00. Kies jij voor plaatje 1, 2 of 3? Ik kies plaatje nummer 3. Plaatje 3? Ja. Ja? En dat heb je goed gekozen. Nadia. Ja, kijk maar in de brief. Ja, kijk maar in de brief. Kies je 1, 2 of 3? Nee, dat zou plaatje 2 zijn. Plaatje 2? Ja, die mevrouw zit die brief laten zien aan die andere. Juist, hè, die wijst aan. Kijk maar in de brief, zegt ze erbij. Ja. Goed. Yvonne. Maar daar staat 7:50. Maar daar staat 7:50. Dat staat in plaatje nummer 2. Juist, op plaatje nummer 2. Goed. De laatste is voor u. Sorry, ik vergis me. Sorry, ik vergis me. Waar kiest u voor? Voor 1, 2 of toch 3? Yvonne, wat denk jij? Wat zou jij kiezen? 1, 2 of 3. Dus sorry, ik vergis me. 1. 1, juist. Hè, sorry, het spijt me. Vergis me. Dat ging goed, toch? Ja. We gaan door met de volgende oefening. Kijkt u mee. Welke zin is goed? Geef de goede reactie. Ik zeg, wat staat er in de brief? Wat staat er in de brief? Nou, wat is de goede reactie? Is dat ja, dat is goed? Of ja, dan schrijf ik de afspraak op de kalender. Of de meester vraagt ons voor een gesprek. Nou, ik kies voor het laatste antwoord. Ja, wat staat er in de brief? De meester vraagt ons voor een gesprek. Yvonne, ga jij de volgende eens proberen? Oké. Waar wil de meester over praten? Waar wil de meester over praten? Nou, wat is dan de goede reactie? Zullen we dan op woensdagavond gaan? Of ja, wij zijn aan de beurt? Of hij wil praten over de schoolkeuze? Hij wil praten over de schoolkeuze. Juist. Het was voor jou ook een goede keuze, deze reactie. Nadia, wanneer zijn de gesprekken? Wanneer zijn de gesprekken? Wat is volgens jou de goede reactie? Is dat de meester vraagt ons voor een gesprek? Of de gesprekken zijn op woensdag en donderdag? Of ik kan niet op donderdag, want dan ga ik naar de sportschool. Dus wanneer zijn de gesprekken? De gesprekken zijn op woensdag en donderdag. Juist, die heb je goed. Yvonne, op welke dag zullen we gaan? Op welke dag zullen we gaan? Zullen we op woensdagavond gaan? Nee hoor, wij wachten al langer. Of hij wil praten over de schoolkeuze. Wat is nou een goede reactie?
Zullen wij op woensdagavond gaan? Zullen wij op woensdagavond gaan, juist. Nadia, zal ik het formulier invullen? Zal ik het formulier invullen? Ja, dan schrijf ik de afspraak op de kalender. Of ik kan niet op donderdag, dan ga ik naar de sportschool. Of u heeft gelijk. Ja, dan schrijf ik de afspraak op de kalender. Juist. Heb je goed. De laatste zijn weer voor u. Wie is er dan? Wie is er dan? Nou, wat zegt u? Zegt u ja, dat is goed? Of ja, wij zijn aan de beurt? Of nee hoor, wij wachten al langer. Is het de eerste of de tweede of de derde? Wie is er dan? Yvonne, wat denk jij? Ja, we zijn aan de beurt. Ja, wij zijn aan de beurt, juist. Nog één voor u. Sorry, ik vergis me. Sorry, ik vergis me. Wie is er dan? Dat geeft niet. Of ja, dat is goed. Wat denkt u? Wie is er dan? Dat geeft niet. Of ja, dat is goed. Nadia, wat zou jij kiezen? Ik zou, dat geeft niet. Ja, sorry, ik vergis me. Dat geeft niet. Goed. Ja. We gaan nu even oefenen met praten. En dat ga ik samen doen met Yvonne. Yvonne, we gaan samen praten. Oké? Wij komen elkaar tegen op school. En je raadt het eigenlijk al, er is een probleem. Want ik denk namelijk dat ik om 12 uur een afspraak heb. En jij denkt ook dat je om 12 uur een afspraak hebt. En wie heeft er nu gelijk? Ja, ik vergis me, want ik heb eigenlijk om 11:50 een afspraak. Ja? Dus we zitten in school en we hebben een probleem. Oké. Je moet 3 dingen onthouden. Allereerst, je zegt, ik denk dat ik nu aan de beurt ben. Daarna zeg je, daarna vraag je eigenlijk, hoe laat heeft u de afspraak? En tenslotte zeg je, maar in uw brief staat 11:50, dus dan ben ik eerst aan de beurt en daarna u. Zal ik ze nog herhalen? Ja, oké. Nog 1 keertje. Dus als eerste zeg je, ik denk dat ik nu aan de beurt ben. Daarna, hoe laat heeft u de afspraak? En tenslotte, maar in uw brief staat 11:50. Dus dan ben ik eerst aan de beurt en daarna u. Oké. Ja, heb je ze in je hoofd? Ja. Dan gaan we het proberen. Oh, het is bijna 12 uur, dan ben ik zo als eerste aan de beurt. Dat is mooi. Nee, sorry, volgens mij ben ik eerst aan de beurt. Ja, maar ik wacht al veel langer. Hoe laat heeft u de afspraak? Om 12 uur, kijk maar in deze brief. Nee, sorry, in de brief staat het 11:50. Dat betekent dat ik eerst aan de beurt ben. Oh, ja, ik zie het. Sorry, ik vergis me. Nee, dat geeft niet. Oké. Nou, dat is mooi opgelost, toch? Ja. Ja. Bijna net zo goed als Maya en Martijn. Ja. Nou, als u ook met mij Nederlands wil praten, dan kan dat. Dat kan op internet. Als het nu niet lukt die oefeningen te vinden, vraag even iemand u te helpen. Want u kunt namelijk veel leren, veel oefenen hier op het internet. Tja, en jammer genoeg zijn we weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Voordat ik mijn cursisten ga bedanken, wil ik nog even terugkijken op wat we gedaan hebben. We hebben geoefend met het begrijpen van een brief. Een brief die je bijvoorbeeld van school kunt krijgen, van de meester of juf van uw zoon of dochter. En we hebben ook gezien hoe we netjes op kunnen lossen als het niet duidelijk is wie er precies aan de beurt is. Cursisten, ik wil jullie hartelijk bedanken. Yvonne en Nadia, jullie waren goed. Dankjewel. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Graag gedaan. Ik wil jullie thuis ook hartelijk bedanken voor het kijken en ik wens u weer veel succes met het oefenen op internet. Doeg!